bewegingen van de atmosfeer bestudeert, zal al snel beseffen dat die oneindig veel complexer zijn dan de bewegingen van het zonnestelsel. De atmosfeer is zoals een vloeistof en heeft op elk punt van de aarde en op elke hoogte een snelheid, een dichtheid, een druk, een temperatuur enzovoort. Al deze parameters variëren in de tijd. Het is natuurlijk ondenkbaar om dit oneindig aantal gegevens te kennen. Het is bijna alsof we ons bevinden in een ruimte met een oneindig aantal dimensies. Om er toch iets van te begrijpen, moeten we een aantal benaderingen maken. Zo heeft Edward Lorenz in 1963 het probleem vereenvoudigd. Vereenvoudigd en nog eens vereenvoudigd. Hij vereenvoudigde het zodanig dat er geen garantie is dat zijn vergelijking nog iets te maken heeft met de werkelijkheid. In zijn model wordt de atmosfeer teruggebracht tot drie getallen: x, y, z. En de evolutie van de atmosfeer wordt een simpele vergelijking. Elk punt, x, y, z, in de ruimte symboliseert een toestand van de atmosfeer die evolueert door het volgen van een vectorveld. Zo zou bijvoorbeeld, en dit is alleen een voorbeeld, de eerste coördinaat de temperatuur, de tweede de windsnelheid en de derde de luchtvochtigheid kunnen voorstellen. Hier is het koud, waait de wind en regent het. Daar is het tegendeel waar. Wanneer je een baan van het vectorveld volgt, volg je de evolutie van het weer. De weerman moet dus enkel een differentiaalvergelijking oplossen. Toen Lorenz zijn model bestudeerde, zag hij dit. Maar heeft dat alles nog iets te maken met het echte weer? Dat is helemaal niet duidelijk. Dit is wat natuurkundigen vaak het speelgoedmodel noemen. Een eenvoudig model waarmee ze proberen de grote lijnen van een complex systeem te begrijpen. In feite zag Lorenz eerder dit soort grafieken. Want de computers waren in 1963 nogal primitief. We bekijken twee toestanden van de atmosfeer, voorgesteld door deze twee ballen, op zeer korte afstand van elkaar. Twee bijna identieke begintoestanden en we observeren hun toekomst. In het begin zijn de twee evoluties niet van elkaar te onderscheiden. Even later gaan ze duidelijk uit elkaar en worden de twee atmosferen helemaal verschillend. Dat is chaos, een grote afhankelijkheid van de beginvoorwaarden. In 1972 ging Lorenz zijn werk voorstellen op een prestigieus congres, maar hij was te laat met het doorsturen van de titel van zijn voordracht. De organisator was gehaast om het programma door te sturen aan de deelnemers en koos zelf een titel. Voorspelbaarheid. Kan het slaan van de vleugels van een vlinder in Brazilië een tornado veroorzaken in Texas? Het vlindereffect was geboren. Spijtig genoeg vinden wiskundige concepten te zelden hun weg naar het grote publiek. Maar wat een mooi poëtisch beeld. Een kleine, kwetsbare vlinder die invloed heeft op de wereld. Het idee was een groot succes en werd stilaan wat gewijzigd. Het gaat altijd over een vlinder, maar de ene keer komt die uit Afrika en de andere keer uit China. Maar die is dan verantwoordelijk voor rampen in New York of Chicago. Interessant.
Het idee werd overgenomen in de literatuur en de muziek. En het aantal films dat op dit principe gebaseerd is, is niet meer bij te houden. Veel emotie in de film Babel van Alejandro González Iñárritu uit 2006. Een schot weerklinkt in Marokko, maar dit onbelangrijke incident zal het leven veranderen van een Amerikaans koppel, een Mexicaanse kinderopas en een Japans meisje. Een spel van kleine oorzaken en grote gevolgen. Een gedachte over het lot van de mensen, bepaald door het toeval of door noodzaak. Helaas is maar de helft van de boodschap van Lorenz bij het publiek doorgedrongen. Beperkt de chaostheorie zich tot de bewering dat het onmogelijk is om in de praktijk de toekomst te voorspellen? Hoe kan een wetenschapper zich neerleggen bij dergelijke nederlaag? De boodschap van Lorenz houdt veel meer in. Hier zijn twee banen, in het systeem van Lorenz, een blauwe en een gele, die niet noodzakelijk vertrekken uit gelijkaardige begintoestanden. Laten we bijvoorbeeld de eerste 10 seconden van de beweging weglaten en het vervolg bekijken. Wat zien we? Dat de banen inderdaad zeer verschillend zijn. Ze lijken een beetje gek en onvoorspelbaar. Maar ze troepen niettemin samen rond hetzelfde vlindervormige object dat niet van de beginpositie lijkt af te hangen. De vlinder lijkt de banen aan te trekken. Dat is waarom we spreken van de Lorentz-aantrekker, of attractor. Een vreemde attractor. Dat is een precies wetenschappelijk fenomeen dat helaas niet zo beroemd is als het vlindereffect. In plaats van twee banen te observeren, bekijken we er veel meer. Al deze ballen stellen evenveel toestanden van de atmosfeer voor. Na een tijdje worden ze allemaal opgeslokt door dezelfde vlinder. Een mooi object dat men wel kan blijven bekijken. Dat zijn serieuze problemen voor wiskundigen en voor wetenschappers in het algemeen. In plaats van de toekomst te bepalen vanuit een gegeven begintoestand, we weten dat dat een illusie is, zullen we proberen om de attractor te beschrijven. Hoe ziet die eruit? Hoe gedraagt de interne dynamiek zich? In de jaren 70 hebben Berman, Guggenheimer en Williams een eenvoudig model voorgesteld om de Lorentz-attractor proberen te begrijpen. Hier is een strook papier. Plooien, snijden, aan elkaar plakken. Dit is een zeer speciaal object in de ruimte. We gaan op de startlijn staan. Daar gaan we. We rijden en enige tijd later zijn we terug aan de startlijn. Maar we zijn op een ander punt waar een nieuwe weg begint. De positie op de startlijn wordt beschreven door een getal x tussen 0 en 1. Aan de linkerkant is het 0, 0,5 in het midden en 1 rechts. Als we vertrekken van het punt x, dan komen we uit in het punt 2x,
als x kleiner is dan 0,5 en in het punt 2x-1 als x groter is dan 0,5. Met andere woorden, wanneer de auto rondrijdt, worden de punten op de startlijn elke ronde verdubbeld. Behalve dat we 1 moeten aftrekken als het resultaat groter is dan 1. Het is ongeveer zoals met het hoefijzer. We hebben de dynamiek met een continu tijdsverloop vervangen door een dynamiek in discrete tijd. De ogenblikken waarop we de startlijn tegenkomen. Kijk, wij vertrekken bij 1 over 3, komen dan aan in 2 over 3, dan in 4 over 3, maar we moeten 1 aftrekken, dat wil zeggen 1 over 3. En we zijn terug op het startpunt na 2 rondes. We hebben een periodieke baan met periode 2. En hier is een baan met periode 18. Een periodieke baan passeert door het linker en het rechteroor in een bepaalde volgorde. Wel, men kan aantonen dat alle volgordes mogelijk zijn. En natuurlijk zijn er niet alleen periodieke banen. Voor elke oneindige rij van links en rechts bestaat er altijd een baan die precies deze rij volgt. Wat is het verband tussen het model van Lorentz en het papieren model? Pas in 2001 heeft de wiskundige Tucker bewezen dat het papieren model de bewegingen op de Lorentz-attractor goed beschrijft. Voor elke baan in de Lorentz-attractor kan je een baan op het papieren model vinden die zich op juist dezelfde manier gedraagt. Kunnen we dus alle bewegingen van de atmosfeer begrijpen aan de hand van een model waarin we voortdurend getallen tussen 0 en 1 vermenigvuldigen met 2 en er 1 aftrekken als het resultaat groter is dan 1? Natuurlijk niet. Dat is veel te simplistisch. Maar het model illustreert een gelijkaardig verschijnsel. Eenvoudige dingen, wiskundigen houden ervan. Waarom is het vlindereffect zo succesvol? Misschien omdat het ons onze individuele vrijheid teruggeeft. Het koude determinisme dat Newton ons naliet, zou kunnen leiden tot een soort van fatalisme. De vlinder van Lorentz zegt dat hoe klein we ook zijn, we een invloed op de wereld kunnen hebben. Dat is goed nieuws voor ons.